Hartelijk welkom. Het is de zevende en inmiddels laatste collegeweek van het bachelorcollege Duitsland en Europa. Ja, er is veel gebeurd. Coronacrisis die zich afgelopen vrijdag natuurlijk al langer aandiende, maar vrijdag zo aandiende dat we geen college meer konden geven. En nu op dinsdag is het alweer het tweede digitale college wat ik nu voor jullie geef. En ik ben daar heel blij om. Al moet ik zeggen dat ik de levendige gesprekken met jullie zeker mis. Vooral ook deze week. Want we hebben nogal wat literatuur die uit verschillende kampen komt, zowel uit het conservatieve, zeg maar, als uit het progressieve kamp, die dus aanleiding zijn voor heftige discussies. Maar ja, we moeten het op deze manier met elkaar doen. En nou, ik ben blij dat dat kan. We beginnen nu met het college over Duitsland en Europa, maar vooral ook eigenlijk over de nieuwe Duitse kwesties. We hebben heel lang over allerlei oude Duitse kwesties, eigenlijk sinds Napoleon gesproken. En de grote vraag van dit college is eigenlijk, zijn al die Duitse kwesties allemaal opgelost met de Duitse eenheid op 3 oktober 1990? En kwam er daar eigenlijk niet zo heel veel meer voor terug? Zijn dat bijvoorbeeld meer Europese vragen, waar alle EU-lidstaten mee te maken hebben? Of zijn er toch allerlei nieuwe Duitse kwesties op de agenda komen te staan, zoals de vluchtelingencrisis, maar natuurlijk ook het economisch beleid van Europa, die juist op Duitsland afstralen. Duitsland als ja, geo-economische macht in het midden van Europa heeft misschien meer verantwoordelijkheid dan andere landen om die kredietcrisis, vluchtelingencrisis en klimaatcrisis enzovoort mede te helpen oplossen. Of niet? Dat is eigenlijk de vraag die we dit college gaan stellen. En dat doen we aan de hand van de volgende slide. Verschillende onderwerpen. Die moet ik zelf doen. Oh, we doen de volgende slide. Yes. Dat ben ik die dat zelf moet doen in de technische kwestie. Was dit. Dit college gaan wij spreken over de Duitse kwestie in kaart. Ik laat nog heel eventjes zien wat we eigenlijk natuurlijk al veel eerder hebben gesproken. Hoe die Duitse kwestie in kaart veranderd is. Om een beetje het blik te krijgen van, goh, hoe kunnen we nu naar de nieuwe Duitse kwesties kijken. Tweede vraag die ik dan uitgebreid bespreek, ook aan de hand van de literatuur die we deze week hebben gelezen, was met de Duitse eenheid op 3 oktober 1990 de Duitse kwestie nou opgelost of niet? En de derde vraag, het is eigenlijk allemaal vrij simpel, welke nieuwe Duitse kwesties dienen zich zoal aan? En dan denk ik aan de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis, maar natuurlijk ook de crisis tussen Oost- en West-Duitsland en tussen Oost- en West-Europa. Die zich natuurlijk eigenlijk ook min of meer door die vluchtelingencrisis nog eens een extra openbaarde. En we beginnen dus met Duitsland in kaart. We hebben het eigenlijk al uitgebreid besproken, maar ja, omdat we nu in de laatste week zijn, laat ik het toch nog even zien. Het Heilige Römische Reich Deutsche Nation als eerste. Het idee dat eigenlijk Napoleon ervoor gezorgd heeft dat al die stadstaatjes en alle koervorstendommen, et cetera, dat die min of meer op elkaar aangewezen raakten en dat daar een paar grote staten voor terugkwamen. Dat Napoleon eigenlijk aan het begin van het nieuwe Duitsland heeft gestaan. De Duitse Bond, de Tolunie, het Duitse Keizerrijk, Eerste Tweede Wereldoorlog en de Duitse Deling. En uiteindelijk de Duitse Eenheid op 3 oktober 1990. Dit is eigenlijk heel kort geschetst, die Duitse vraag die voortdurend in kaart is terug te vinden. En natuurlijk helemaal bij het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie, bestaande uit meer dan 1000 verschillende staatjes,
keurvorstendoemen, abdijen, landerijen, etc. Allemaal verschillend. En in de tijd zelf waren er mensen die ze uit elkaar konden halen. Maar van nu uit is dat natuurlijk eigenlijk vrij lastig om dat te zien. En in die grote verdeeldheid van politieke staten kwam vooral aan het einde van de 18e eeuw een wens om toch een zekere eenheid te zien. En die eenheid die werd gevonden in de cultuur. Vandaar ook, dat is natuurlijk precies de tijd van romantische dichters als Goethe en Schiller, die zelf schreven: Deutschland, aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Geleerte begint, hört das Politische auf. Nou, die vraag die werd inderdaad veel duidelijker gesteld nadat Napoleon in beeld kwam. En Napoleon inderdaad na de Franse Revolutie een groot deel van Duitsland innam. De Rijnbond heet dat. Dat was een heel groot deel van Duitsland wat je hier eigenlijk in het midden als lichtblauw ziet. En daarnaast was er ook nog het hertogdom Warschau zowaar, ook lichtblauw. En het allerlichtste blauw is dat wat er nog over is gebleven van Pruisen. En dat was nou eigenlijk maar een heel klein lijntje. En het gele natuurlijk van het Habsburgse Rijk. En we zien natuurlijk dat hier vooral Pruisen in hele grote problemen is geweest. Dit is nog 1812, 3 jaar voor de slag bij Waterloo. En uiteindelijk wordt Pruisen natuurlijk toch weer een groot land. En het natuurlijk de grootste vernedering eigenlijk was de slag bij Jena en Auerstedt in 1806, waarna Napoleon onder de Brandenburger Tor doorliep, waar dus nog mooie schilderijen van overgebleven zijn. Vandaar dus ook dat Thomas Nipperdey zijn boek Deutsche Geschichte 1800 tot 1913 uit de jaren 80 begon met die beroemde zin am Anfang war Napoleon. Nipperdey wilde natuurlijk ook heel duidelijk laten zien daarmee dat de grote strijd tussen Frankrijk en Duitsland, die natuurlijk doorging tot in de Tweede Wereldoorlog, dat de twee aartsvijanden in het hart van Europa eigenlijk, dat die grote strijd begon met de Napoleontische oorlogen en dat die voortdurend doorgegaan is en dat je vooral daarnaar moet kijken om oorzaken van Eerste en Tweede Wereldoorlog te vinden. We hebben tijdens dit college ook andere oorzaken natuurlijk uitgebreid besproken, maar dit is natuurlijk één invalshoek om daarna te kijken. Na de Napoleontische oorlogen, na het congres van Wenen, zien we dat Pruisen zich toch heel aardig hersteld heeft. Hè, in dat lichtblauwe deel op kaart. Deze kaarten zijn van het Leibniz Instituut voor Europese Geschiedenis. Ik zeg het er maar even bij, omdat de bronvermelding niet slecht is, om dat altijd even te vernoemen. Heel fijn dat we die ook in dit college mogen gebruiken. En je ziet hier natuurlijk ook heel goed hoe groot Oost-Pruisen eigenlijk is. Hè. Dus hoe de Pruisen zowel in het westen, ook vlakbij Nederland, Venray was ook Pruisisch, hè. Maar ook naar het oosten toe een belangrijke staat was. En in de periode van de Duitse Bond, toen je nog zo'n 30 staatjes had, werd er toch gestreefd of gezocht naar een Duitse eenheid en gezocht naar een soort groot Duitse oplossing met het Habsburgse Rijk erbij aan de ene kant, of een klein Duitse oplossing waar Pruisen dan zeg maar onder leiding van Pruisen, wat dus meer Noord-Duits en eigenlijk ook iets protestanter zou zijn, omdat Pruisen natuurlijk een Lutherse staat was. En die grote vraag, gaan we een klein Duitse of een groot Duitse eenheid creëren, mondde uiteindelijk uit in 3 oorlogen die Pruisen onder leiding van de legendarische Otto von Bismarck als kanselier heeft gevoerd tegen Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk in 1871 en dus tot een Duitse eenheidsstaat. Het Duitse Keizerrijk onder leiding van Pruisen. En dan hebben we dus, zoals reeds uitgebreid besproken, hier te maken met een klein Duitse oplossing. Dat Duitse Rijk was geen eenheidsrijk, zoals we ook hebben gezien. Diverse koninkrijken bleven bestaan, zoals
Koninkrijk Sachsen en het Koninkrijk Beieren. Die hadden ook nog hun eigen postzegels en hun eigen leger. Die zijn pas in 1918, dus aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, ontbonden. Maar die moesten zich natuurlijk vooral wat betreft buitenlands beleid en ook wat betreft militaire zaken toch een beetje ondergeschikt maken aan de Pruisische belangen, om het maar zo te zeggen. Dat Duitse keizerrijk heeft bestaan van 1871 tot 1918. Toen de keizer moest vluchten naar Nederland. En die Duitse kwestie, want daar hebben we het natuurlijk over, die bleef voortbestaan. En die leidde zelfs, zou je kunnen zeggen, tot twee wereldoorlogen, die we ook verder uitgebreid hebben besproken. Dus daar ga ik nu niet op in, maar ik wil er toch nog heel eventjes iets over zeggen. Want de schuldvraag van die twee wereldoorlogen en de discussies over de oorzaken van die twee wereldoorlogen, die hebben natuurlijk de gemoederen na die oorlog en vooral na de Tweede Wereldoorlog zeer sterk bezig gehouden. En dan spreek ik in de eerste plaats over de schuldvraag van de Eerste Wereldoorlog, die door veel Duitsers gezien werd als een verdedigingsoorlog. Hè? Noodzakelijk eigenlijk, omdat Duitsland van verschillende kanten werd bedreigd, zowel vanuit Rusland als vanuit Frankrijk. Een tweefrontenoorlog zat er aan te komen en het enige wat Duitsland daarom kon doen was zelf uit verdedigingsmotieven de aanval zoeken. Nou, Fritz Fischer heeft met zijn beroemde boek Krieg nach der Weltmacht in 1961 gezegd dat dat eigenlijk wel een beetje een te betwijfelen valt, dat Duitsland het Habsburgse Rijk zeer gesteund heeft in het streven naar oorlog met Servië en eigenlijk ook gecalculeerd heeft op een militaire sterker zijn dan Frankrijk en Rusland. En dat er, als er uiteindelijk een oorlog zou uitbreken, dat Duitsland die ook zou winnen. Dus uiteindelijk, volgens Fischer in 1961, was Duitsland wel degelijk verantwoordelijk voor het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog. En dat leidde in Duitsland, in de toenmalige Bondsrepubliek, tot veel trammeland, omdat toch ook heel veel, voornamelijk conservatieve historici, vonden dat zeker niet het geval kon zijn. We hebben uitgebreid gesproken over een andere kwestie, namelijk de vraag naar de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. En dan speelt die zondeweekthese een heel belangrijke rol. Van Hans Ulrich Wehler. Ook daar hebben we eigenlijk al uitgebreid bij stilgestaan. Maar ik ga het toch nog heel even kort zeggen. Wehler ging ervan uit dat de bourgeoisie, de burgerij, eigenlijk niet tot volle wasdom heeft kunnen komen in Duitsland. En dat daardoor in de Weimar Republiek de conservatieve krachten zo sterk bleven dat uiteindelijk de liberale burgerij te weinig tegenkracht tegen het nationaal socialisme kon geven. Zoals ook eerder besproken, de eerste burgerlijke revolutie in de Paulskirche van 1848 is keihard neergeslagen. Er was weliswaar een industriële revolutie, maar die burgerlijke politieke revolutie is uitgebleven, waardoor de conservatieve krachten eigenlijk het Duitsland zijn blijven domineren. Er is heel veel tegenspraak gekomen tegen Wehlers zondeweekthese, die hebben we ook besproken. Die burgerlijke cultuur, de burgerlijke pers, de industrialisatie bleek toch vrij sterk aanwezig te zijn. En vooral lokaal in steden als Frankfurt en Hamburg was die burgerij toch eigenlijk redelijk machtig ook. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat vooral in Oost-Pruisen, waar de Junkers het voor het zeggen hadden, de adel en de aristocratie sterk vertegenwoordigd was. Maar in West-Pruisen en sowieso in West-Duitsland in zijn algemeenheid was die burgerij toch redelijk tot wasdom gekomen. Dat is één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat die burgerij in andere landen, zoals in Frankrijk of in Groot-Brittannië, misschien ook helemaal niet zo sterk ontwikkeld was in de 19e eeuw. En er dus nauwelijks sprake kon zijn van een zonderweek, een aparte weg. Dat is natuurlijk waar de zonderweek week deze voor staat, van Duitsland, die ertoe leidde dat die Tweede Wereldoorlog kon uitbreken.
We hebben ook uitgebreid gesproken over verklaringen van 1933, hè, van de opkomst van het Nationaal Socialisme, die zich eigenlijk verplaatst hebben, als dat, zeg maar, dat vloegpunt, naar verklaringen van 1941, namelijk de aanvang van de Holocaust en de grote vraag van hoe heeft deze massamoord kunnen plaatsvinden. Die vraag die toch als een schaduw boven heel veel debatten in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog is blijven hangen en die dus ook deel uitmaakt, zeg maar, van die Duitse vragen. Maar dan gaat het natuurlijk vooral ook om de vraag van hoe herinneren we, kunnen we het beste de Duitse geschiedenis herinneren en welke plaats heeft de Duitse geschiedenis in de Europese cultuur. Tegenwoordig zijn er ook veel historici die twee wereldoorlogen samennemen als een periode van de Tweede Dertigjarige Oorlog, 1914 tot 1945, waar best wel wat voor te zeggen is, ten meer daar die ellende van de Eerste Wereldoorlog voor een deel ook geleid heeft tot de Tweede Wereldoorlog, maar dat, je doet dan toch wel heel erg onrecht aan de Republiek van Weimar, die toch in die korte periode van 1918 tot 1933 ook een heel bloeiend bestaan gehad heeft. Dan zien we dus inderdaad bij het verdrag van Versailles dat die kaart weer verandert omdat er een soort Poolse corridor ontstaat, een deel van het Saarland gedemilitariseerd wordt, Duitsland een stukje van Schleswig-Holstein moet afstaan, er zijn allerlei gebieden die Duitsland moet afstaan en vooral Danzig, het huidige Gdansk, werd een stad die onder de Volkerenbond bestuurd werd. Dat was ook een hard gelag voor veel Duitsers. En dat verdrag van Versailles heeft in ieder geval voor heel veel pijn gezorgd bij de conservatieven in Duitsland. En voor een deel is dat die pijn gemobiliseerd natuurlijk door de Nationaal Socialisten, waardoor die Duitse kwestie ook in de Republiek van Weimar dus zeer actueel bleef. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we de bezettingszones ook reeds besproken. De Sovjet-bezettingszone aan de ene kant en de drie westelijke geallieerden aan de andere kant, het uiteindelijk toe leidde dat de Duitse deling plaatsvond, de DDR aan de ene kant en de Bondsrepubliek aan de andere kant, waardoor die Duitse kwestie natuurlijk nog even boven de markt is blijven hangen, maar uiteindelijk op 3 oktober 1990 is er sprake van een Duitse eenheid. En je kunt natuurlijk wel zeggen, dat is even de vraag, de DDR Kool heeft ervoor besloten om een snelle aansluiting voor een snelle aansluiting van de DDR. Volgens artikel 23 van de grondwet. En dat betekende dat binnen een jaar gerealiseerd werd. Maar dat betekende ook dat politiek gezien de DDR zich moest aansluiten bij de Bondsrepubliek. En dat dus de deelstaten, want Duitsland is een federaal land, de deelstaten precies zo georganiseerd zijn als de deelstaten in West-Duitsland. Met een landtaak, een minister-president, een landesrechtnoemshof. Al die instellingen die zijn gewoon als het ware gekopieerd uit West-Duitsland. Men noemt het ook wel een soort institutionentransfer. En voor een deel wordt vaak gezegd dat dat ook in ieder geval een van de oorzaken van de problemen is. Dat men zich in Oost-Duitsland niet zo gezien voelt. Omdat de Oost-Duitse politieke cultuur eigenlijk, daar is geen rekenschap aan gegeven. Dat is gewoon een kopie van de West-Duitse politieke cultuur. Nou is de grote vraag, was met die Duitse eenheid, zoals die op 3 oktober 1990 tot stand kwam, de Duitse kwestie ook opgelost? En daar zijn veel geleerden die zich daarover gebogen hebben. Het eerste wat ik trouwens daarover wil zeggen, wat ik wel heel aardig vind om te zeggen, is dat als je in de catalogus kijkt naar German question of Deutsche Frage of Duitse kwestie, dan zie je dat die Duitse kwestie super actueel blijft, zeker tot 1993, maar dan ergens in de loop van de jaren 90 lijkt de aandacht daarvoor te verdwijnen, gewoon puur als je kijkt op basis naar titels van artikelen of titels van boeken, is die Duitse kwestie steeds minder actueel geworden, omdat veel mensen toch eigenlijk ook in 1990 het idee hadden van ja,
Het zijn natuurlijk wel, het zijn niet de grenzen van 1937, hè, het zijn niet de grenzen van voor de Tweede Wereldoorlog. Oost-Pruisen zit er zeker ook niet meer bij. Silesië maakt ook geen deel uit van het nieuwe Duitsland. Je kunt dus eigenlijk je afvragen of het een hereniging is of dat het niet een vereniging is van twee nieuwe staten. Met die na de oorlog min of meer gecreëerd zijn. Met die Oder-Neisse grens die ook nieuw is wat dat betreft. Maar je kunt natuurlijk nu toch wel zeggen dat de grote vraag binnen welke grenzen kunnen we vrijheid en eenheid realiseren. De tweede deelvraag van die Duitse kwestie, die is toch wel redelijk opgelost. Er is niemand die na 1990 terug wilde naar de DDR. Er was natuurlijk wel sprake van veel nostalgie, hè, dus verlangens naar een soort schijnverleden. Maar in dit geval zijn de grenzen van Duitsland staan nergens meer ter discussie. Er is geen enkele groepering die nog delen van Duitsland erbij wil hebben. Dus je zou rustig kunnen zeggen dat die Duitse eenheidsstaat op dit moment een redelijk succes is, zou je ook zelfs kunnen zeggen. En vooral dat die Duitse eenheidsstaat niet anders is dan de andere lidstaten van de EU. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk een beetje om. Tot 1990 was de Bondsrepubliek een apart geval. En dan kunnen we het beste eventjes de artikel van Heinrich August Winkler erbij halen, die jullie voor deze week hebben moeten lezen. Van der Deutsche zur Europäischen Fragen. Winkler heeft een interessant dik werk geschreven, tweedelig, Der lange Weg nach Westen, waarin hij de hele 19e en 20e eeuwse geschiedenis van Duitsland beschrijft als een soort weg richting het Westen. Niet alleen geografisch, maar ook geopolitiek en ook natuurlijk als het gaat om de weg richting westerse waarden, zoals democratie, mensenrechten, vrijheid enzovoort. Terwijl er in Duitsland, dat hebben we ook uitgebreid in de afgelopen weken besproken, natuurlijk altijd een soort, ook een hang naar het oosten is geweest. En misschien ook wel een beetje een hang naar het ondemocratische. Beschrijft Winkler hoe langzaam Duitsland steeds meer zich aangepast heeft aan die westerse waarden en hoe volgens hem Duitsland veranderde. En dan ga ik even naar pagina 480 van dit artikel zoals Karl Dietrich Bracher dat noemde in 1976, van een postnationale democratie onder nationaalstaten naar, en dat is dan een term die van Winkler zelf komt, een postklassieke nationaalstaat. Wat hij daarmee bedoelt is een nationale staat die niet meer zoals de klassieke nationaalstaten soevereiniteit over alles uitoefent, zeg maar alle politieke terreinen waar het mee te dealen heeft. Nee, de postklassieke nationaalstaten, zoals Nederland er eigenlijk ook een is, hebben hun soevereiniteit op deelterreinen, zoals landbouwpolitiek en monetaire politiek, gedeeld met anderen in de Europese Unie. Hebben daarmee een soort nieuwe staatsvorm gevonden. Winkler beschrijft heel uitgebreid eigenlijk die geschiedenis van de Duitse kwestie, zoals ik die hier nu eigenlijk kort even uit de doeken heb gedaan. Dus het is goed om dat artikel even heel goed te lezen. Maar zijn antwoord op de vraag of de Duitse kwestie is opgelost, is wat hem betreft heel helder. Daar kan eigenlijk geen sprake van zijn dat er daarna nog ook maar gesproken wordt over een Duitse kwestie op zich. Want het land is, de democratie is volbracht. Er zijn geen grenskwesties meer. En eigenlijk is het volgens hem maar één kwestie die is opengebleven. En dat is namelijk wat hij de Europese kwestie noemt. Hij zegt eigenlijk dat om de Duitse kwestie op te lossen, dus om er een Duitse eenheidsstaat van te maken waar inderdaad de DDR snel aangesloten werd bij de Bondsrepubliek, moesten een aantal
Europese vragen opengelaten worden. En dan gaat het wat hem betreft bijvoorbeeld om de vraag of er een politieke unie kon worden gerealiseerd. Dat is iets wat Helmut Kohl oorspronkelijk wel wilde, maar wat door François Mitterrand, de Franse president, is tegengehouden. Maar het gaat eigenlijk ook, als je nou wat verder gaat, op dit moment over de vraag of er ook een bankenunie gerealiseerd kan worden. En misschien ook wel over vragen wat betreft hoe het gaat met vluchtelingen bijvoorbeeld in Europa. Daar zijn allerlei politieke kwesties die onopgelost zijn, die niet opgelost zijn. Maar wat betreft Winkler is dat niet iets wat specifiek Duitsland aangaat, maar dat gaat juist alle lidstaten aan. En er is ook wel wat voor te zeggen, want je hebt gezien tijdens de kredietcrisis dat veel staten de neiging hadden om te wachten tot Duitsland met een oordeel kwam. En dus veel staten eigenlijk het idee hadden van, nou ja, wij hoeven misschien niet meteen ons oordeel te vellen, want Duitsland doet het wel. Maar zo is het niet, en zo is het, zeg ik misschien ook wel in het bijzonder, niet voor ons Nederlanders, want wij in Nederland zijn natuurlijk een relatief kleine lidstaat. Ook wij hebben verantwoordelijkheden in Europa te vervullen. En ook wij maken deel uit van de EU en hebben dus ook maken deel uit van een EU-buitenlandpolitiek. Je hebt soms wel eens het idee dat Nederlanders daar zich weinig weet van hebben. Je kan natuurlijk zeggen van nou, dat willen wij niet. Dat is ook een heel. Ook een idee, zeker mogelijk. Maar wij hebben natuurlijk wel een probleem. We hebben inmiddels die euro ingevoerd in Nederland, al lang, op 1 januari 2002 werd het geld ingevoerd. En om daar ook van af te stappen, dat is nog een veel drastischere maatregel dan wat Groot-Brittannië nu aan het doen is. En ik denk dus dat het heel moeilijk wordt om voor landen als Nederland of Duitsland om te beslissen om zich daar van af te keren. En je ziet dat in ieder geval Duitsland dat ook absoluut niet wil, want in Duitsland leeft de gedachte eigenlijk dat men met 80 miljoen inwoners in de wereld niet veel kan veranderen, maar met 440 miljoen EU-burgers kan dat wel. Dus eigenlijk wordt de EU min of meer ingezet om Duitse machtspolitiek in de wereld ook uit te voeren. En dat is iets wat wij in Nederland vaak minder zo zien. Voor ons is de EU vooral een binnenmarkt. Maar we zien natuurlijk in een steeds groter wordende wereld met Rusland, China, de Verenigde Staten, dat Europa in de komende tijd mogelijk ook een grotere rol speelt. En dan zullen wij toch als Nederland ook daar een actievere rol in moeten gaan spelen, of je nu wil of niet. Oké, welke nieuwe Duitse kwesties dienen zich aan? En daar gaan we het nu in het laatste deel van dit college over hebben. En eigenlijk is dat ook in de literatuur, zie je dat dus plotseling terug. Zo rond 2010 opeens kwamen er allerlei discussies over van ja, waar staat Duitsland eigenlijk in Europa? En die discussies kwamen niet uit de lucht vallen, want die kwamen namelijk natuurlijk, die waren direct gelinkt aan de Griekse staatsschuldencrisis, die gierend uit de hand liep en waar Duitsland eigenlijk, of mevrouw Merkel, niet zo heel veel aan leek te willen doen. Ze wachten vooral af, leek het, om uiteindelijk in mei 2010 te komen met een reddingsfonds en met stevige besluiten. Vandaar dat idee van een reluctant hegemon. Hè? Dus iemand die een weigerachtige hegemon, die weliswaar de leiding neemt, maar wie de wielen, sagt man auf Deutsch, tegen de eigen zin in. En toen eenmaal Duitsland besloot de leiding te nemen, werd ze eigenlijk in het centrum van de macht gecatapulteerd. Hans Kunt Nani, een van de bekende Duitsland-watchers, die spreekt dan wel van een geo-economic semi-hegemon. Een land dat zo machtig is dat. Eigenlijk dat zo machtig is dat de machtsbalans in Europa redelijk verstoord is geraakt, de economische machtsbalans, waardoor er dus altijd maar weer
schurende krachten zullen optreden in Europa. Nou, die kredietcrisis, dat was ook de aanleiding voor het artikel van Timothy Garton Ash, een belangrijke hoogleraar uit Oxford, hoewel hij door sommigen vooral als journalist wordt gezien, want zo, hij is iemand die vooral heel veel schrijft in de New York Review of Books, maar toch ook heel veel als een soort ooggetuige door Oost-Europa gereisd heeft, met name rondom de val van de muur. En hij begint zijn artikel als volgt: There is a new German question. It is this. Can Europe's most powerful country lead the way in building both a sustainable, internationally competitive eurozone and a strong, internationally credible European Union? Dit artikel is geschreven in 2013 en dit is heel vaak aangehaald in allerlei discussies, ook in Duitsland zelf, heel goed gelezen, natuurlijk ook vertaald. En de grote vraag is eigenlijk of Duitsland als meest belangrijke macht in Europa zowel de leiding kan nemen in het creëren van een competitieve eurozone en daarnaast eigenlijk ook in een geloofwaardige Europese Unie. Dus dat wordt heel sterk gelinkt aan die kredietcrisis, maar eigenlijk vooral gelinkt ook aan de vraag waarom Duitsland zoveel moeite heeft om in het centrum van de Europese macht te komen, zeg maar dat vacuüm te vullen, omdat de Duitsers over het algemeen vaak welvarend zijn en misschien zichzelf liever zien als een groter Zwitserland, hè? Dus rijk land waar de mensen goed toeven, maar die geen een land dat geen enkele ambitie heeft op het terrein van buitenlandse politiek. En Garton Ash heeft laat in dit artikel heel nadrukkelijk zien dat deze Kleinmans zoekt, om het zomaar te zeggen, dus het klein willen blijven, absoluut niet meer van deze tijd is. En dat er wel degelijk een beroep op Duitsland gedaan wordt als het gaat om die economische macht. En een van de belangrijkste citaten die daarbij altijd wordt aangehaald is van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, die in 2011 in een rede in Berlijn zei: I will probably be the first Polish foreign minister in history to say so, but here it is. I fear German power less than I am beginning to fear German inactivity. Waar Sikorski voor waarschuwde was dat de weigerachtige houding van Duitsland, dus de inactiviteit, uiteindelijk kon leiden tot een collapse van de eurozone. En hij zei heel nadrukkelijk dat hij, zeg maar, de Duitse macht nu, dat hij minder angst had voor de Duitse macht, maar dat hij vooral angst had voor de Duitse inactiviteit. Sikorski is niet van de huidige regering natuurlijk. Dat zie je, dat in Polen wordt nog wel een stuivertje gewisseld. De huidige regering zou heel anders over Duitsland spreken. Maar die positie van Duitsland als een land midden in Europa, economisch sterke macht, maar met een pijnlijke geschiedenis, waardoor mensen eigenlijk liever niet in het centrum van de macht, geen alleingang willen. Dat is het thema van het artikel van Timothy Garton Ash. En wat ik wel grappig vind is dat hij daarbij niet alleen dus, zeg maar, de Kleinmanszucht van de Duitse politici kritiseert, maar ook hun taal. The entire German political class uses a kind of sanitized Lego language, snapping together prefabricated phrases made of hollow plastic. Most German politicians are more likely to fly unaided to the moon than that they are to coin a striking face. Phrase, moet ik zeggen natuurlijk. Phrase. Frase. Dat taalgebruik, ja, dat een beetje Lego-taal heeft ook een beetje te maken met de Tweede Wereldoorlog. Dat men eigenlijk niet meer zo heel snel geneigd is om grootse publieke op sleeptouw te willen nemen. Omdat dat al heel snel als propaganda en politieke propaganda gezien wordt. En men eigenlijk wel genoeg heeft van die politieke propaganda.
Als we gaan kijken naar de nieuwe Duitse kwesties, die economische kwestie die blijft natuurlijk actueel, dan werd natuurlijk de vluchtelingencrisis ook een hele belangrijke Duitse kwestie. En daarover hebben wij een ander artikel wat wij lezen, of eigenlijk twee artikelen. Want we zien dat die vluchtelingencrisis natuurlijk, die spreekt zowel de Duitse binnenlandse politiek heel sterk aan, of doet een beroep op de binnenlandse politiek, als de Duitse buitenlandse politiek. En ik heb gekozen voor twee artikelen die eigenlijk zeer tegenstrijdig zijn, of ze in ieder geval niet met elkaar eens zijn. En in beide artikelen wordt de vluchtelingencrisis, of zeg maar de open Duitse cultuur, de cultuur van openheid en van welkomen, de welkomenscultuur, gerelateerd eigenlijk aan Duitse debatten over rechtsextremistische aanslagen enzovoort. Maar ze werden op totaal tegenstrijdige manieren besproken. Ik zal eerst eigenlijk beginnen met het artikel van Botho Strauß, die zichzelf graag als een soort laatste Duitser ziet. Botho Strauß is een conservatieve cultuurcriticus die veel naam gemaakt heeft met een artikel alweer uit 1993, Anzwellende Boxgesang. Je zou zeggen een aanzwellende tragedie, zoals hij dat noemde. En die tragedie zoals hij die zag, was eigenlijk dat de Duitsers hun eigen culturele tradities veronachtzamen, maar ondertussen wel openstaan voor allerlei andere culturen. Dit is een duidelijke conservatieve cultuurkritiek op de politiek en de maatschappij en de samenleving van begin jaren 90. En is eigenlijk een eerste doorbraak van conservatieve cultuurcritici die uitgebreid, zeg maar, tot dan toe waren de progressieve zetten veelal de toon. Hè. Dus we hebben het ook uitgebreid over Jürgen Habermas gehad. Inderdaad ook Hans-Ulrich Wehler enzovoort. Die waren in de jaren 80 dominant aanwezig. Hier is sprake van een zeer, nou toch wel een conservatief rechts geluid. Strauß spreekt er zelfs van dat er eigenlijk geen publieke moraal meer is hierdoor, omdat voortdurend het eros bespot wordt, zelfs de traditie, de kerk, de soldaten, alle oude waarden, de autoriteit, ook misschien zelfs het vaderlijke gezag, alle oude waarden die in een Duitse samenleving, je zou kunnen zeggen van voor twee wereldoorlogen, hoog gehouden werden, werden in de jaren na de oorlog, en met name natuurlijk door de generatie van de jaren 60, je zou kunnen zeggen op de schroothoop gezet. En hij vraagt zich heel erg af wat daarvoor teruggekomen is. En hij beroept zich daarbij heel erg op de literaire tradities van Homerus tot Hölderlin. Wie leest ze nog? En als men dus niet meer op de hoogte is van deze culturele diepgang en dus eigenlijk niet meer weet waar de Duitse tradities voor staan, ja, dan krijg je daarvoor in de plaats of aan de ene kant een rationele verlichte cultuur en aan de andere kant het rechtsextremistische geweld wat we ook in de jaren 1993 zien. Dit artikel hebben jullie niet gelezen, maar jullie hebben vooral het artikel Der Letzte Deutsche gelezen wat in 2015 verscheen vlak na de vluchtelingencrisis. Maar het interessante is eigenlijk dat in dit artikel de uitgangspunten van Strauss heel vergelijkbaar zijn met met het veel bekendere artikel, de Anzwellende Boxgesang uit 1993. En hij ziet zichzelf hier als een soort laatste Duitser die dus nog staat voor die Duitse waarden, die Duitse literatuur wel gelezen heeft en wil zich daar en beroept zich daar ook op en is min of meer trots op het feit dat hij zeg maar wel die culturele waarden hoog wilt houden. Hij schrijft bijvoorbeeld: die überprofilierung van vrijheid, van zulassen und gewähren, enthält unausgesprochen die drohung der willkommene, hebben zich seculariseerd,
zu verhalten oder wenig Chancen, ein integrierter Bürger dieses Landes zu werden. Eigenlijk het feit dat wij ons, dat zegt hij op pagina 123, dat wij onze eigen cultuur zo veronachtzamen, verkleint ook zelfs de kansen dat andere culturen ons entgegenkomen kunnen, zeg maar, ons tegemoet kunnen treden. En vandaar dan ook dat hij zich eigenlijk als een soort laatste Duitser ziet en hij met grote angst en beven eigenlijk de vluchtelingencrisis bestudeert en bespreekt. Interessant is dat Albrecht von Lucke, redacteur van de Blätter für Internationale Politik, eigenlijk een totaal tegenovergesteld discours heeft. Hij bekritiseert de sfeer die er was in 2006 rondom het WK voetbal, wat wel de Sommermärchen werd genoemd, de zomersprookje wat er toen was, omdat Duitsland als gastland voor het eerst eigenlijk een zeer positieve, optimistisch levensgevoel kon uitstralen. En de Duitsers zelf ook met enige trots de vlaggetjes op hun auto plaatsten. Waardoor uiteindelijk weer sprake was van een soort patriotisme zonder al te veel problemen. En zonder steeds voortdurend te moeten nadenken over wat heeft Duitsland fout gedaan. Von Lucke bekritiseert eigenlijk die sfeer heel sterk. Want hij zegt van ondertussen zijn er toch nog wel wat rechtsextremistische aanslagen gepleegd. Ook in rond 2006. En die werden min of meer verharmloosd. Om vooral te laten zien dat Duitsland een normale staat is. Zoals andere staten. We hebben veel gesproken over die normaliseringsdebatten. Zo van Duitsland is niet meer moet niet meer die uitzonderingspositie hebben. Maar moet een soort normale staat onder andere staten worden. Dat is wat Helmut Kohl ook heel graag zo zag en waar natuurlijk mensen als Habermas zich tegen keerden. En we zien hier ook allerlei begrippen terug over bijvoorbeeld Schadenabwicklung. Dat verwijst direct naar een artikel van Habermas in de Historikerstrijd. Eigenlijk de grote kritiek die Albrecht von Lucke heeft op alle mensen die Duitsland, de Duitse Leitkultur vooraan willen plaatsen. En die eigenlijk nogal kritisch zijn over het feit dat Duitsland überhaupt een immigratieland zou zijn. En de auteur zegt uiteindelijk dat de enige mogelijkheid om hier openheid van zaken te creëren is juist een open dialoog tussen culturen en het gesprek aangaan met de grote aantal immigranten in Duitsland. Dus ook open te zeggen dat Duitsland juist een immigratieland is dat open staat voor andere culturen. Die vluchtelingencrisis heeft in Europa natuurlijk ook veel aanspraak gedaan op de positie van Duitsland. Met name vanuit Oost-Europa is superveel kritiek geweest op Duitsland en op de besluiten van Merkel om de vluchtelingen niet tegen te houden. Zo zou je het kunnen formuleren. En op de vraag ook van Duitsland om solidair te zijn en aan andere landen eigenlijk om ook vluchtelingen op te nemen. Waardoor in ieder geval als het gaat om de vluchtelingen, de mensenrechten en asiel, Duitsland een centraal land geworden is. De meeste vluchtelingen willen naar Duitsland, maar Duitsland niet in staat bleek te zijn om andere landen zover te verleiden eigenlijk om vluchtelingen op te nemen. Zelfs tot op de dag van vandaag, want ook Nederland is niet heel erg open en staat er niet heel erg gemakkelijk in om nu kinderen uit Griekenland op te nemen, om een voorbeeld te noemen. Als je het hebt over nieuwe Duitse kwesties, is het klimaat, vind ik, een hele interessante. Omdat in 2011 was er een grote kernramp in Fukushima. En vanaf dat moment heeft Angela Merkel besloten om kerncentrales in Duitsland op termijn te sluiten. Eerst direct al een aantal te sluiten, maar uiteindelijk op termijn alle kerncentrales
te sluiten en in combinatie daarmee een hele nieuwe energiewende te creëren. Daar was al heel veel discussie over geweest. Die was eigenlijk al in gang gezet in 2004-2005, maar in 2011 kreeg hij nog een extra stimulans. En wat je ziet bij wat ik typisch vind voor de Duitse politiek, is dat ze heel goed het land heel goed in staat is, eigenlijk, en mevrouw Merkel ook, om de binnenlandse politieke veranderingen of binnenlands politiek beleid als het ware te exporteren naar buiten toe. Op verschillende terreinen, dus in de EU. Maar niet alleen in de EU, ook bij de G7. En bij de Verenigde Naties. En liefst ook in bilaterale overleg met China. Op allerlei manieren probeert Duitsland die binnenlandse klimaatpolitiek als het ware te exporteren naar in de wereld. En dat heeft uiteindelijk met groot succes toegeleid dat ze de klimaatakkoorden van Parijs zijn gesloten. Maar je ziet ook dat het natuurlijk met veel problemen gepaard gaat. Want Donald Trump heeft die klimaatakkoorden al afgeschreven. En het is natuurlijk nu ook weer de vraag hoe het allemaal verder gaat na de dalende olieprijs, die zelfs de Green Deal van de EU misschien bij de Green Deal roet in het eten kan gooien. Dus er zijn natuurlijk voortdurend veranderende situaties. Coronacrisis zal zeker ook effect hebben. En voortdurend wordt daar toch een beroep gedaan op Duitsland als het land wat een beetje toch de trekker is van die hele klimaatdiscussie. En met name mevrouw Merkel, die in de jaren 90 minister van Milieu was en ook als minister van Milieu al bij het klimaatprotocol van Kyoto betrokken was in 1997 was dat. En tot slot, het meest voor de hand liggend, een nieuwe Duitse kwestie, waar we eigenlijk in het laatste college ook nog uitgebreid over te spreken komen. De kwestie tussen Oost- en West-Duitsland en Oost- en West-Europa. De grote vraag eigenlijk of de waarden, de westerse waarden, hè, we hebben het gehad over Heinrich August Winkler, die lange week naar Westen, die westerse waarden van vrijheid, democratie, gelijkheid natuurlijk toch ook wel enigszins, of die ook in Oost-Duitsland populair zijn en of de Oost-Europese landen, zoals op Midden- en Oost-Europese landen moet je eigenlijk zeggen, en maar met name natuurlijk Polen en Hongarije, nog bij de EU willen horen. En dan zie je voortdurend toch dat Duitsland voor hen een beetje de gebeten hond is, in die zin dat met name Polen de Duitsers toch zien als het land dat hun nieuwe identiteit enigszins gevaar aandoet. Dus de strijd tussen Polen en Duitsland blijft bijzonder actueel. En daarover gaan we in het laatste college het ook nog uitgebreid hebben. Dus dan gaat het specifiek over de Duitse herinneringscultuur in relatie tot de herinneringscultuur van Polen, Hongarije en de Europese herinneringscultuur in zijn geheel. En dan komen we eigenlijk een beetje terug op wat we eerder uitgebreid besproken hebben rondom het boek van Aleida Asman. En het bezoek van Aleida Asman aan ons college. En daarmee komen we uiteindelijk tot een afsluitende discussie. Helaas een discussie die vooral beperkt blijft tot het monoloog. Maar als jullie vragen hebben, kun je die altijd per mail stellen. Ik heb ook al een aantal vragen per mail beantwoord. En ik ga zeker ook via PowerPoint en ook per mail nog uitgebreid op de eindopdracht in. Ik dank jullie wel.